De ondernemer Himraj Dasasing is afgelopen zondag tijdens de 14e Pagwa Milen gehuldigd voor het 100 keer afstaan van bloed bij het Surinaams Rode Kruis. Daarvoor kreeg hij een oorkonde van minister Matura namens de stichting organisatie Hindu Media Suriname en de Culturele Unie Suriname. Dasasing heeft nooit geweigerd bloed af te staan en wil op dezelfde voet doorgaan, zolang hij medisch in staat is. Het ministerie van AWJ werkt middels gerichte trainingen aan het versterken van kennis en vaardigheden van zowel de CARICOM jeugdambassadeurs als de CARICOM jeugdofficiers. Deze trainingen moeten de jeugdvertegenwoordigers in staat stellen om op een effectieve manier invulling te kunnen geven aan hun taken. In het kader van deze capaciteitsopbouw hebben de jeugdvertegenwoordigers afgelopen zaterdag de eerste training in een serie van een 6 afgerond. President Santokki feliciteert elke Surinaamse vrouw met de Internationale Dag van de Vrouw vandaag. In de boodschap op zijn Facebookpagina zegt het staatshoofd dat de kracht van de vrouw zit in de collectieve strijd in en buiten Suriname. Een goed voorbeeld hiervan ziet hij terug in het bureau van de FITS, die een werkkracht van 80% vrouwen kent. Gezien het thema onbeperkt leefbaar dit jaar is, zegt het staatshoofd dat een ieder in Suriname samen moet werken om de leefsituatie van de vrouw verder te verbeteren.